welkom in deze nieuwe video van Bosta. Vandaag zijn we vrijdag en ik ga eventjes wat boodschappen doen met mijn kleine man. Die staat namelijk hier. Hij heeft zijn boeken tussen op. Ze kan haar Peter helpen dragen. Hij is er helemaal klaar voor. Hij gaat precies naar school. Schattig, hè? Dit heb ik voor hem. Ik heb gewoon een suggestie hoor. Het is niet dat ik misschien ga kopen. Maar dit vind ik ook gewoon een prachtig ding. Ik vind het echt wel schattig. En nu zit hier in de karretje. En we gaan naar de Aldi. Je hebt cola gepakt. Ik ga wel lasagne halen, pizza. En als de pakken nog open is, gaan we nog een donut halen. Dus dat zijn we een beetje aan het doen eigenlijk. We gaan nu naar de beenhouwer. En hier is het kleine. Dus we gaan eens naar de beenhouwer. Het is nog weer, het is nog warm genoeg om te doen. En ook nog naar te pakken. Voor een lekkere donut, als ze die nog hebben. Dat weet je natuurlijk nooit op voorhand. Maar we zien wel of ze die nog hebben of niet. Dus we gaan daar nu eventjes naartoe. En, we zijn bij de beenhouwer geweest, hebben hamburgers gepakt. Te eten. Een beetje hem heet, dat is altijd een beetje zoeken. Wat je hem moet geven. Hij wil heel graag een donut, dus we gaan eens kijken of er nog een donut is. Ik weet niet of er nog een gaat zijn. Maar we gaan eens kijken. Dat weet je natuurlijk nooit. Dus we wandelen dus naar de bakker. En hopen dat daar nog een donut is. De bakker is ook een beetje vernieuwd, dat vind ik ook altijd heel leuk. Ik weet niet of de bakker me gaat kennen, omdat ik al heel veel veranderd ben natuurlijk. Maar misschien hij wel. Dan gaan we koken en dan gaan we nog eens wat maken bij ons thuis. We gaan dweilen en zo. Wat? Er zijn twee donuts. Twee donuts en welke? Die met wit. Ah, ja, dank je. Die zal hij wel lusten. Alsjeblieft. Dat zal zijn? Ja. Zo, we zijn weer eens met de bakker. Kunnen zien, hebben ze gevonden. Dus heb ik al blij mee. De mondkapje mag af. Nu gaan we naar huis en gaan we ze opeten. Ik weet niet wat ze gaan lusten. Dat weet ik natuurlijk nog niet, maar dat ze lekker had, misschien wel lekker vindt. Ik heb proberen gepakt omdat er is ook roze en zo niet allemaal, met allemaal snoepjes, chocolade, het is te zwaar. Dus soms moet je wel eens een donut eten in het leven. Niet te veel ook. Niet heb je ze nog vaste donuts. Ja, dat is goed. Ja, toch maar eens kijken, want het zou niet de eerste keer zijn dat hij ze, zie je met hem zo vast, dat hij iets laat vallen. Dat we niet doorhebben dat hij het laat vallen. Dan zijn we dus kwijt de donutjes. En dat is niet de bedoeling, hè, en zo, dat we de donuts kwijt zijn. Nee, want dan hebben we voor niets aan wacht. Dan gaan we nog kussen. En al het materiaal waar je niet mee speelt, gaat naar boven. Dat is veel hoor, waar je niet mee speelt. Dat is heel veel. Morgen is het verjaardagsfeestje. Dat is ook altijd wel heel leuk. Heel veel, hij is nog moe, denk ik. Denk ik en zo, dus het gaat wel goed met hem.
Zo. Hier gaan we even de camera afzetten. We zijn aan het oversteken en dan moeten we kijken of het. Alles is prima in orde met mij. Dus dat is alles afsluiten. Ik ben zeker dat alle meubels er staan. Dan wil je toch zeker dat alles proper is. Stop, de bal. Heeft de bal maar. Zo. Zo. Ja, dat is campus 12, hij die er nog hangt. Het is dus met Enzo te kleiden. En het is allemaal de eerste keer een beetje. Dus hij is daar natuurlijk nog niet gewoon. Dus we moeten hem toch wel een beetje leren. Dit is groen. Ja, groen. Die ook eens openmaken. We gaan die ook eens openmaken. Dit hebben we gemaakt samen. Mooi, hè. Hij is nog steeds bezig, maar wat klein. Het is een beetje oefenen nog, hè. Maar hij gaat het vast en zeker wel kunnen. Nu is het tijd voor de afwas. Ik heb tijgers gevonden. Ik zie ook dat het al een beetje versierd en zo hier allemaal. Dus ik ga beginnen met de afwas. Dus dat gaan we nu doen.